met ventilatielucht. En ja, als u naar buiten kijkt, dan weet u dat we weer een heel actueel thema bij de horens hebben. We gaan het vandaag hebben over koelen met ventilatielucht in de nieuwbouw. Dus er komt een hoop nieuwe regelgeving aan en er komt ook een hoop nieuwe techniek aan. Die willen we vandaag aan u presenteren. En dat doen we in samenwerking met Renza en met Zehnder. Nou, Zehnder kennen we als fabrikant van die systemen op het gebied van ventilatie en verwarming. En Renza is groothandel van installatieproducten. En namens hen zitten hier Jérôme Korba en Matthias Stuker. Welkom. Jullie komen zo uitgebreid aan het woord vandaag. Ik ga jullie eerst even meenemen in het programma. Uiteraard niet nadat ik mezelf even voorgesteld heb. Mijn naam is Eddy Buiting. Ik werk bij IJsma Bouwmedia en ik ben daar verantwoordelijk voor installatie.nl. Voor u ziet u nu het programma zoals we dat vandaag gaan doorlopen. We gaan het wat hebben over de ventilatietrends. We gaan een stukje kijken naar regelgeving. BENG, Theo Juli komt er allemaal aan volgend jaar. We gaan kijken naar hoe balansventilatie zich manifesteert in die regels. We gaan kijken naar nieuwe vormen van ventilatietechniek waarbij koeling een rol speelt. En we gaan uiteindelijk kijken naar ontwerp, engineering en we komen nog met wat voorbeelden. Even wat praktische zaken voordat we echt gaan beginnen. Een webinar is interactief. En dat betekent dat u op dit moment achter uw scherm gewoon mee kunt doen. Nou, het leuke daarvan is, u ziet afhankelijk van de browser die u gebruikt onder u of aan de zijkant, ziet u een scherm waarin u vragen kunt stellen. Achter de schermen, en dat is niet hier in Amsterdam, maar 100 kilometer verderop in Zwolle, zitten een team van moderatoren namens Zehnder en Renza, die u bij gaan staan om die vragen te gaan beantwoorden. Doe dit vooral ook, dus stel die vragen. U kunt dat doen in het scherm onder u en wij beantwoorden ze graag. Dat kunt u alleen doen tijdens de live-uitzending. Dat is vandaag, 25 juni. Kijkt u later terug, dan is het wel even van belang dat u uw vragen alleen aan het einde kunt stellen bij de enquête. U krijgt dan ook nog wat zaken mee naar huis. En dat is ook wel prettig, dus blijf even hangen tot aan het einde. Onderin ziet u de hoofdstukindeling voor de terugkijkers. Dat betekent dat u heel makkelijk kunt zappen naar de onderwerpen. Nou, een hele hoop informatie. Ik ga u ook even vragen stellen waar u werkzaam bent. Dat doen we door middel van een poll. Die ziet u op dit moment in uw scherm verschijnen. En de poll is vooral even bedoeld om te weten wie er allemaal kijken vandaag. U kunt even invullen waar werkt u. Bent u installateur? Werkt u bij een gemeente? Bent u adviseur? Technisch beheerder? Corporatie? U kunt even invullen in het scherm waar u werkzaam bent. Dat heeft u nu gedaan. Oh, ik ben dat nog aan het doen. Ik ga u nu even de resultaten laten zien. We hebben vooral, even kijken, adviseurs, installateurs. We hebben toeleverende industrie en we hebben ook heel veel anders. Daar kunnen we niet zoveel mee, maar ja, veel adviseurs hebben we vandaag in huis. Dat is prima. Ja, naast mij Matthias Stuker en Jérôme Korba. Matthias, om te beginnen, wat doe jij bij Renza? Ja, zoals gezegd, Matthias Stuker. Ik ben verantwoordelijk voor de afdeling techniek binnen de technische groothandel, Renza. Ja, wij maken bij ons op de afdeling heel veel berekeningen, tekeningen voor onze klanten. Op die manier kunnen we veel ondersteuning bieden, daar waar nodig. Ik kan met klein advies beginnen tot complexe ontwerpen en stukken engineering. Ja, dat van de laatste jaren door alle gebeurtenissen in het land is er gewoon kennis afgenomen. Nou, en op deze manier proberen wij die kennis juist weer toe te voegen aan de markt en aan onze klanten, bij onze klanten. Ja, en daarnaast denken wij ook alvast verder, naast het technische aspect, proberen we ook echt mee te denken op de bouwplaats zelf. Ook dat helaas geen geheim. Zijn handjes zijn naar verloren gegaan. Diverse redenen en daarmee proberen wij vanuit de technische vanuit het technische aspect mee te denken op bouwplaatslogistiek. Denk aan het bouwen en maken van skids. Op maat gemaakt, maar ook praktische logistieke oplossingen eigenlijk. Ja, Renza Techniek, hoe groot is dat? We zitten inmiddels met 20 personen, inclusief mezelf. Dat is ongeveer 50-50 verdeeld qua adviseurs en engineers. En engineers zijn echt de tekenaars die fulltime aan tekenen en berekenen zijn. Ja.
en adviseurs, meer de productselectie en eerste lijns vragen voor de klant. Goed. Jeroen, je werkt bij Zeender in Zwolle. Ja. Wat doe jij daar? Ja, ik werk daar al de nodige jaren inderdaad. Ja, technisch adviseur. Ik geef toch wel steeds meer zeg maar, de voorschrijvende partijen in de markt. Dus onder andere ook de adviseurs, maar daarnaast ook adviseur of installateurs en aannemers zeg maar, advies over ja, hoe ze ventilatie optimaal kunnen integreren in het project. Wat ze daarvoor voor nodig hebben. En dat probeer ik altijd integraal te doen, dus met oog voor ook de andere technieken die in het gebouw aanwezig zijn. En met daarbij uiteindelijk het doelstelling zeg maar, om die woningen en die gebouwen gewoon gezond en comfortabel te maken. Want daar staat natuurlijk ventilatie voor. Ja, helemaal goed. Nou, dat is een opgaande op het gebied van ventilatie en koeling. En ja, je hoeft maar naar buiten te kijken. De vraag naar koeling die neemt gewoon fors toe, Matthias. Ja. Kun je ons meenemen in die toenemende vraag? Ja, wat wij vooral de laatste jaren zien, is ook op het plaatje goed te zien. De zomers worden gewoon steeds warmer. De uitschieters van vroeger tot 30 plus is bijna al normaal geworden. Kijk naar vandaag of morgen. Daarbij ook nog eens een keer, het wordt veel langer. De zomers is niet meer 1,5 maand, maar duurt echt gewoon 3-4 maanden tegenwoordig in Nederland. Dus je ziet gewoon de gemiddelde temperaturen lopen op. Is ook geen geheim dat het natuurlijk toch wel een combinatie met klimaatverandering. En het nadeel daarvan ook meteen is dat de nachten steeds warmer worden. Het koelt minder af. Wat we ook met name zien, een persoon die een goede nachtrust nodig heeft, wil graag een koelere lucht om zich heen hebben. Ja, als die temperatuur gewoon hoog blijft, koelt je lichaam minder af. En ervaart je lichaam gewoon minder, minder rust eigenlijk. Dat zien we helemaal in binnenstedelijke gebieden. Echt in de steden zelf, daar blijft die gemiddelde temperatuur heel hoog, relatief hoog. Ook wel het Urban Heat Island effect genoemd. Het koelt gewoon minder af. En voorheen waren de nachten dus wat koeler, koelde het eigenlijk natuurlijk af. Ja, we zien nu gewoon dat je daar echt aanvullende maatregelen moet gaan treffen. Ook nog eens een keer in combinatie met de nieuwbouw, nieuwbouwwoningen. Nieuwbouwwoningen steeds beter geïsoleerd, is ook heel goed voor in de winter. Je houdt zoveel mogelijk koud buiten en je hoeft minder te verwarmen als het goed is. Maar dat heeft ook een nadeel, het koelt minder snel af. Als de woning eenmaal opgewarmd is, blijft die warm. Ja, en zul je echt aanvullende maatregelen moeten gaan treffen. Ook nog eens een keer omdat mensen het comfort gewend zijn. Van bijvoorbeeld een auto, hotel, kantooromgeving, ook waar we nu zitten in de studio. Het is hier lekker koel, kom je soms naar buiten. Een hele andere ervaring. Maar men ervaart en wil graag de koeling ervaren. Ja, en dat in de huidige trends wordt het steeds belangrijker. Ja, heel goed. We zien ook dat de verkoop van airco's echt het dak uitgaat. Dat stond vandaag in de afgelopen dagen in de media volop. Ja. De vraag is even aan u, van hoe gaat u nu in de projecten die u in portefeuille heeft, die u bouwt, ontwikkelt of installeert. Hoe gaat u nu om met koeling in de nieuwbouw? De antwoordmogelijkheden zijn dat doen we niet of nauwelijks. We denken vooral bouwkundig, dus we gaan overstekken maken, leilinders plaatsen en dat soort werk. We lossen het op met warmtepomptechniek. We plaatsen airco's of we zoeken het in de ventilatie. Nou, kunt u even uw keuze kenbaar maken van hoe gaat u nu om met koeling in de nieuwbouw? Even kijken, ik ga de poll even stoppen en u de resultaten laten zien. Nou, wat we zien is dat eigenlijk 38%, dus zeg maar even een derde, zoekt het echt bouwkundig. Dus die gaat overstekjes maken. Een derde lost het op met warmtepomptechniek. Nou, een aantal mensen met airco of die doet het niet. En de ventilatietechniek zien we met 14% nog behoorlijk ondervertegenwoordigd. Dus dat is dat goed nieuws, Jeroen? Ik hoop dat wij inderdaad nu wat handvaten kunnen geven op dat vlak. Hè? Dus ja, laten we kijken. Dat gaan we heel doen. En daarin worden we wellicht geholpen door de veranderende wetgeving die eraan zit te komen. Ja. Het gonst natuurlijk al een tijdje rond. 2021, 1 januari, krijgen we met de BENG te maken. Kun je dat eens dus even in het kort uitleggen wat BENG gaat betekenen voor de ventilatietechniek? Ja, BENG, wat hier ook al staat, het wordt de vervanger van de huidige EPC-berekeningsmethodiek. Het is een compleet andere methodiek. We krijgen te maken met drie indicatoren. En BENG 1, 2 en 3. Dat werkt een beetje in de lijn zoals ook Trias Energetica. BENG 1 gaat over je energievraag van het gebouw. Dus de verwarmings- en koelvraag zeg maar, van het gebouw.
Het bijzondere wel weer in die Beng-methodiek is dat in die Beng 1 dat daar een forfaitair ventilatiesysteem in zit. Er zit een forfaitair systeem C in die eerste Beng 1 stap. En dat is wel een beetje raar dat er niet wordt gerekend met het daadwerkelijke ventilatiesysteem wat wordt toegepast. Dus stel je voor je past balansventilatie toe in zo'n gebouw. Ja, dan zie je dat uiteindelijk maar pas terug in je Beng 2. En dat gaat over je primaire energiegebruik van het gebouw. En Beng 3 gaat over het aandeel hernieuwbare energie wat je moet toepassen. Dat even kort dan over die Beng-indicatoren. Maar een andere belangrijke is de TO-juli-eis die eraan komt. Daar is veel om te doen. Op zich ook wel een logische extra eis vanuit onze overheid. Want we moeten ook echt wel doen aan die oververhitting van woningen. Het wordt gewoon te warm in nieuwbouwwoningen. In veel nieuwbouwwoningen. Ook omdat vanuit de EPC er vaak wel een waarschuwing komt van je hebt een risico op de hoge temperaturen. En er wordt ook in die desbetreffende EPC-berekening wel energie voor gereserveerd. Maar we zien dat op dit moment vaak weer weg wordt gerekend met een extra PV-paneel. Nou, dat is natuurlijk niet de oplossing, want uiteindelijk is het zomercomfort in die woningen nog steeds gewoon slecht. Dus vandaar dat er ook gewoon vanuit de overheid een eis komt. Dat is een TO-juli-eis, die moet gelijk of kleiner zijn dan 1. En een belangrijk ding is dat op het moment dat je actief koelt, en dat actief koelen is niet echt goed gedefinieerd in die hele Beng-berekening, dan vervalt die TO-juli-eis. Dus op het moment dat je actief gaat koelen in zo'n gebouw, dan zegt de Beng-berekening, dan voldoe je aan TO-juli. En over dat actief koeling hebben we zo meteen nog wel even een duidelijke onderbouwing, zeg maar. Wat is nou de definitie dan ook van dat actieve koelen, zeg maar. Ja, de koplopers die zijn daar nu al mee bezig, hè? Dat klopt inderdaad. Er zijn een aantal koplopers die al een tijdje met de beta-versies hebben gewerkt. En op dit moment kun je op uniek3.nl ook al een beta-versie downloaden, zodat je je wat meer thuis kan maken, zeg maar, in dergelijke berekeningen. Ik zal zeker zeggen van, joh, kijk daarnaar en doe dat, om daar die ervaringen op te doen. Want het ziet er toch net allemaal even weer wat anders uit dan de EPC-berekeningen. En systemen worden ook net allemaal weer wat anders gewaardeerd. Dus het is goed om daar wel even in te verdiepen. Ja, krijgen jullie veel vraag nu naar wat er gaat veranderen? Ja, steeds meer en meer. Tot een aantal maanden geleden viel het nog mee. Alleen je merkt nu toch, we gaan ons opmaken naar het volgende jaar toe. Mensen misschien vanwege de corona hebben meer tijd gehad om naar te kijken. We krijgen steeds meer vragen wat gaat er inhouden voor ons. Ja. En dan met name partijen die ook alvast willen gaan nadenken over concepten. Okay. En hoe kunnen wij op voorhand... prijzen seriematige woningen bouwen. Ook seriematig, ja. Gewoon bepaalde voor onszelf die gewoon standaarden te ontwikkelen, concepten te bedenken. Om voorbereid te zijn op de Beng en daarmee te kunnen voldoen. Dus de vraag was steeds meer. En ook de vraag naar koeling. Ja. We hebben iets gehoord over TO-juli. Wat is het precies? En wat kunnen we daar doen? Ja. Die eisen van TO-juli die zijn nog niet definitief, hè? Nee, op dit moment wordt de laatste hand nog gelegd aan TO-juli. Er zitten met name een aantal zaken met betrekking tot ventilatie gewoon nog niet goed in verwerkt. Denk aan het effect van koude terugwinning wat je bij een WTW sterk hebt. Dat we ook in dit webinar verder zullen toelichten. En de werking van de bypass, ofwel modulerende bypass. Dus er is nog werk aan de winkel om die TO-juli op tijd klaar te krijgen. Absoluut. Ja, helemaal goed. Ik ga u even vragen, bent u al op de hoogte wat Beng en TO-juli voor u gaan betekenen? Dat kunt u ook even invullen in een polletje. Je kunt zeggen van ik ben al helemaal op de hoogte. Ik ben een klein beetje op de hoogte van of ik... Het is helemaal nieuw voor mij. Nu de vraag om dat even in te vullen. We zijn met dik 300 kijkers nu live, dus ik verwacht dat we een aardige representatieve uitslag van deze poll gaan krijgen. U heeft hem kunnen invullen nu. Ik wacht even tot het merendeel van u dat gedaan heeft. En dat is nu het geval. Dus ik ga hem even stoppen en u laten zien. En eigenlijk is slechts 16% volledig op de hoogte. 44% een klein beetje, maar vooral 40% nog helemaal niet. En dat is veel. Ja. Dat vind ik veel. Ja. Dus dat is een hoop werk aan de winkel. Mocht u vragen hebben over Beng of TO-juli, stel ze even in de chat. De moderatoren zullen het beantwoorden. En mocht die vraag relevant zijn, dan wordt die teruggekaatst hier naartoe. En dan gaan Matthias en Jérôme ermee aan de slag. Dus doe dat vooral ook. Er is nog een hoop te doen qua kennis. Dus benut de kans om even specialisten te vragen nu. Als je kijkt gewoon van...
het uitgangspunt bij nieuwbouw was vooralsnog vaak balansventilatie, maar dat is niet helemaal waar, hè? Nee, eigenlijk zowel in de bank kun je eigenlijk zowel met systeem C, het natuurlijke toevoeren, mechanisch afzuigen, als bij het systeem D kun je uit de voeten. Dus beide is gewoon toepasbaar. Alleen systeem D heeft natuurlijk wel dermate voordelen ten opzichte van systeem C. Zowel voor het Theo-Juli-getal als voor de bankindicatoren zelf. In basis nogmaals kun je met beide systemen. Wij alleen adviseren echt wel, kijk als ik kan wel naar systeem D. Soms komt Jerome er nog even terug voor een stuk koeling. Maar dat heeft gewoon heel veel voordelen. In de winter blaas je eigenlijk gewoon relatief warme lucht in. Je hebt geen koude lucht meer die je naar binnen gaat halen. Dat heeft gewoon energetisch veel voordelen. Ook qua comfort heeft het gewoon veel voordelen, want je hebt geen tochtklachten. Nadeel kan zijn, is er eigenlijk ook, vooral bij lage temperatuursystemen. Omdat het lage temperatuur is, wordt die koude lucht normaal gesproken bij systeem C wordt niet meer voldoende voorverwarmd. Koude lucht valt naar beneden en kan echt als tocht ervaren worden en comfortklachten opleveren. Wat merken jullie, wat is nu vaak bepalend in de keuze tussen C en D? Er zijn meerdere redenen. Enerzijds kan het echt voorgeschreven zijn dat men zegt vanuit het voorschrift moeten wij systeem C toepassen. Ja, dan als het echt een harde eis is en je kunt er niet van afstappen, wordt het vaak gevolgd. Daar waar wij ook vanuit onze eigen afdeling invloed kunnen hebben, proberen we altijd wel aan te geven, denk alsjeblieft na aan systeem D. En er zijn voldoende argumenten ook voor de eindgebruiker met name, om daarop over te stappen. Want naast het comfort, wat gewoon heel veel comfort voordeel heeft, is ook energetisch. Je bespaart gewoon behoorlijk energieverliezen mee. Wat weer ten goede komt aan je warmtepompopstelling. Ja. Dus je totale energieverbruik gaat naar beneden. Uiteindelijk zul je minder PV-panelen nodig hebben om het elektriciteitsgedeelte af te kunnen dekken. Ja, dat heeft gewoon heel veel voordelen. Alleen ja, men moet het wel weten en het moet wel kenbaar gemaakt worden. Ja. En dat wordt soms nog wel eens vergeten. Ja. En inderdaad, uiteindelijk in de bank 2, waar we soms weer wel naartoe gaan, zal een systeem C toch ook minder goed scoren als een systeem D. Ja. Omdat je meer energie moet opwekken. Helemaal helder. Verbruiken. Helemaal helder. Eigenlijk, we staren ons vrij blind op het stookseizoen altijd in installatieland. Terwijl jullie nu eigenlijk zeggen van een beetje op het moment dat koeling in vraag komt, dat we eigenlijk naar een andere seizoensindeling gaan. Ja. Dat is ook de reden dat wij zijn gestart met de Climate Switch campagne, zeg maar. En dat is ook een van de redenen dat wij natuurlijk dit webinar doen. Het gaat vanuit oudsher heel veel om het stookseizoen. Daar was ook de EPC-berekeningen vanuit oudsher opgericht. Het energieverbruik in het stookseizoen. En ook wel degelijk het tapwaterverbruik en al dat dergelijke zaken werden wel meegenomen. Maar de focus was me duidelijk heel erg op dat stookseizoen. Nou, we zien een duidelijke verschuiving ook naar warmere zomers. En dus inderdaad ook een stijging van buitentemperaturen. En vandaar ook steeds meer de focus op dat zomerseizoen. En vandaar dat wij ook even in deze sheet zeg maar, dat inzichtelijk hebben proberen te maken. Zeg maar, dat het bijna in drie is te delen. Hè? Want of je stookt in je woning, of je hebt eigenlijk het tussenseizoen. De situatie waar je niet stookt en ook geen behoefte hebt aan koeling. Dat is het seizoen waar je ook perfect mee uit de voeten kan met een balansventilatiesysteem. En dan heb je het seizoen waar je eigenlijk koeling nodig hebt. En dat kan zowel passief als actief zijn. Maar dat zijn toch eigenlijk wel de drie seizoenen waar je mee te maken krijgt. Nou, en daar speelt de bank straks met Theo jullie ook steeds meer op in. En dat is ook de reden dat we bijvoorbeeld ook steeds meer aandacht krijgen voor dat zomercomfort. En in een aantal sheets willen we daar toch even wel meer toelichting op geven van hoe dat dan in zijn werking gaat. Ja, dat zien we hier. Ja, absoluut. Balansventilatie, de wisselaar, entropie en bypass, dat zijn een aantal zeg maar, functionaliteiten die al geïntegreerd zitten in het toestel. En in de volgende sheet zeg maar, willen we eigenlijk de werking van de wisselaar en de bypass inzichtelijk maken van wat doet dat nou in de verschillende stadia. Want zoals jullie horen praat ik over balansventilatie en niet zozeer over WTW of warmteterugwinning. Ik snap dat die naam van oudsher zo is ontstaan. Nogmaals, we focusten ons rond het stookseizoen en het ging om warmte terugwinnen. Maar als we goed kijken naar het systeem, en hier dan even het plaatje waar we natuurlijk van oudsher gewoon bekend mee zijn. Hè. We hebben een buitenluchttemperatuur van 0 graden en een binnentemperatuur van 22 graden. En dan krijgen we een hele mooie
inblaastemperatuur door het hoge thermische rendement van een BTW. Een optie is het om de wisselaar te vervangen voor een enthalpiewisselaar. Dus de standaard wisselaar door een enthalpiewisselaar. En wat je dan krijgt is dat je met name ook in het stookseizoen het vocht in de woning houdt. En op die manier de relatieve vochtigheid in die woning wat hoger houdt. Dus dit is het plaatje eigenlijk waar we van oudsher heel vaak naar keken. Nou, als je dan gaat kijken naar waar de focus nu ook meer op komt te liggen, is het zomerseizoen. Dan heb je de situatie dat het dus buiten 30 graden is, een dag zoals vandaag is. Het is binnen bijvoorbeeld nog redelijk koel, de 22 graden die je ziet. En dan zie je heel mooi het koude terugwin-effect, zeg maar, wat een warmtewisselaar ook in zich heeft. Dus naast dat we dus inderdaad warmte terugwinnen in de winter, winnen we dus koude terug in de zomer. En dit heeft natuurlijk een positief effect op de opwarming van jouw woning. En zorgt er ook voor dat de warmte zo lang mogelijk ook buiten wordt gehouden. Nou, ook hier zie je weer zeg maar, dat blauwe pijltje met die vochtdruppels. Ook hier heeft een entropiewisselaar een positieve bijdrage, omdat het eigenlijk het vocht buiten de woning houdt. Omdat het vocht wordt afgedragen aan de afgevoerde binnenlucht. En op die manier blijft jouw woning dus wat koeler en dus ook wat droger. En dat is gewoon heel fijn in de zomer. Nou, hier zien we die wisselaar. Ja, die wisselaar die is qua vorm identiek. Dus aan de buitenkant zie je dat ook niet zozeer, alleen er zit een andere benaming op. Een standaard wisselaar heet bij ons HRV en een entropiewisselaar heet ERV. Dit is technologie die gewoon in onze ComfoRQ kan worden toegepast. En zorgt dus wat dat betreft voor een wat hoger comfort in zowel zomer als winter. Ja, dit is een optie, hè? Ja, het is een optie in onze toestellen. Het kan af fabriek worden gedaan, maar we zien ook best wel dat het na de hand wordt gekozen. Omdat mensen eerst gaan kijken van ik kijk het gewoon even aan hoe het in mijn woning gaat. En als het goed gaat, dan gaat het goed. En wordt het toch te droog of te vochtig, dan zou je kunnen zeggen van ik pas een entropiewisselaar toe. Waarom zou je dit niet standaard toepassen? Niet in elke situatie is een entropiewisselaar noodzakelijk. Ik denk aan de situatie als je een relatief kleine woning hebt waar jij relatief veel vochtproductie hebt, dus waar echt geleefd in wordt, dan zien wij toch dat die vochtterugwinning wat minder noodzakelijk is. Maar in de wat grotere woningen waar wat lagere bezettinggraad is en wat meer wordt geventileerd, omdat in een grote woning moet je ook wat meer ventileren, bestaat er een groot risico dat die woning in de winter wat te droog wordt. Ja, en dan is een entropiewisselaar gewoon een hele mooie aanvulling. Ja, helder. Misschien als laatste hier zien we nu eigenlijk de tussenseizoen oplossing. Ja, dit is eigenlijk de bypass. In onze toestellen zit een 100% bypass. En in ons ComfoRQ zelfs een modulerende bypass. Zodat je nog wat beter kan bypassen. En met dat betere bypassen bedoel ik eigenlijk wat wij zien in met name de hoog-efficiënte woningbouw. Dat die soms al bij een hele lage buitentemperatuur eigenlijk al willen bypassen. Nou, dat is dus mogelijk bij dat toestel. Maar dit is eigenlijk gewoon hoe de bypass functioneert. Wat we eigenlijk doen is dat we de warmte terugwin of koude terugwin functionaliteit gewoon uitschakelen. En dat de buitenlucht rechtstreeks wordt ingeblazen. Die lucht blijft nog steeds wel gefilterd worden. Maar op die manier kun je dus op het moment dat het 's avonds gewoon prima afkoelt, lekker gebruik maken van dat stukje extra passieve koeling, zeg maar. Ander bijkomend dingetje is dat in onze ComfoRQ dat het toestel ook zo kan worden ingesteld op het moment dat die bypass open gaat, dat die unit dan ook gaat optoeren om optimaal gebruik te kunnen maken van dat stukje passieve koeling wat je hiermee kan realiseren. Ja, helemaal helder. Ik krijg een aantal vragen binnen. Eentje hebben we volgens mij al beantwoord van Venma. Is actief koelen gekoppeld met luchtontvochtiging? Dat hebben we al beantwoord, toch? Ja, dat is niet gekoppeld aan luchtontvochtiging. Nee, actieve koeling, we gaan er zo meteen ook nog wel even verder op in. Dus ik denk dat het handig is om dat te doen. Oké, dat komt zo. Ja. Verder nog een vraag van Hans. Gebruikt systeem D niet veel meer stroom dan systeem C? Ja, en systeem D gebruikt meer elektriciteit. Tot twee keer zoveel, omdat er natuurlijk gewoon twee motoren in zit. Maar het voordeel wat je daarmee creëert, dus je warmtevraag die drastisch lager wordt, zorgt ervoor dat die warmtepomp veel minder hoeft te werken. En die gebruikt natuurlijk veel meer elektriciteit dan een WTW. Ja. De WTW zien wij in een standaard woning zitten rond de 250 tot 300 kWh op jaarbasis. En hij wint het 20-voudige daaraan terug aan warmte. Dus als je het zo naast elkaar zet, is het eigenlijk een vrij no-brainer. Ja, okay. Het is ook altijd echt een systeemoplossing, een integrale oplossing. Ja. Je kunt niet het ene van los zien van het ander. Nee. Het is echt een combinatie. Helemaal helder. Nog een volgende vraag.
Wat is de status van de waardering in de Beng van koude terugwinning van de WTW? Dus wat doet koude terugwinning in de Beng? Ja, op dit moment wordt daar hard aan gewerkt. Er worden op dit moment nieuwe rekenregels voor gemaakt. Dat doen wij onder andere samen ook met de branche en met Nieman. Het gaat met name over koude terugwinning en de bypass zitten op dit moment daar niet goed in verwerkt. En dat zorgt ervoor dat er een vertekend beeld uit die TOU komt op dit moment. Zoals ik in het begin eigenlijk al van deze presentatie zei, zijn we er alles aan het doen om dat op tijd te verwerken in die TOU, zodat er straks ook gewoon een reëel beeld wordt geschetst van wat doet WTW, dus wat doet balansventilatie in zo'n woning en wat doet mechanische ventilatie in zo'n woning met betrekking tot temperatuursoverschrijding. En wat wij zien is dat het gewoon een positieve bijdrage geeft met betrekking tot je temperatuursoverschrijding, omdat het de warmte buiten houdt. En op het moment dat je gebruik wil maken van buitenlucht die weer lekker koel is, zoals dit plaatje ook aangeeft, gaat de klep om en wordt eigenlijk de koude terugwinning en warmte terugwinning uitgeschakeld en kun je gewoon gebruik maken van buitentemperatuur. Ja. Helemaal goed. Goeie vragen. Mocht u vragen hebben, tik ze in het schermpje hieronder en breng ze naar onze moderatoren. Laat ze maar even lekker tikken en we ontvangen ze ook graag hier in de studio om ze te beantwoorden. Dus doe dat vooral ook. We gaan even een klein stapje terug doen naar het ontwerpen van een nieuwbouwwoning. Wat zijn de factoren die nu van belang zijn aan de TIAS? Ja, een aantal factoren waren altijd echt wel van belang. Ja. In basis met het beginnen met de warmtevliesberekening is altijd van belang geweest om de juiste opwekker en het juiste afgiftesysteem te kunnen selecteren. Alleen we zien wel dat sinds een aantal jaren echt een switch naar warmtepompen gemaakt wordt, het kritischer wordt. En advies echt altijd begin met die warmtevliesberekening. Dat je echt weet voor hoeveel vermogen heb ik in een woning nodig voor mijn warmtepomp. En daarmee ook hoeveel vermogen heb ik in welke ruimte nodig voor mijn afgifte. Ook daarmee heb je de juiste getallen, de juiste vermogens om te kunnen inregelen. Aspect wat ook nog wel eens vergeten wordt, is echt van belang. Ook het in die warmtevliesberekening is het dus van belang. Waar gaan we vanuit van voor de ventilatie? Wat Jeroen net al heel terecht aanhaalde, een WTW verbruikt in zijn eigen iets meer energie, ongeveer het dubbele aan elektriciteit. Alleen de warmtepomp kan gewoon een derde minder vermogen nodig hebben. En dat heeft natuurlijk zometeen wel weer direct invloed op het totale energieverbruik. Daar moet goed naar gekeken worden. Basis altijd met de warmtevliesberekening. Zoals gezegd, de ventilatie heeft hele grote invloed erop. Omdat we met warmtepompen en lage temperatuursystemen in de weer gaan, ook heel kritisch kijken naar distributie. Daar wordt nog wel eens te makkelijk overheen gestapt. Maar het is van belang dat je met andere delta-T's gaat werken. Vanuit de warmtepomp naar je afgifte zul je in verhouding wat grotere diameter krijgen. Heb je dat niet, kans natuurlijk uiteraard op geluidsklachten, snelweerslijtage van onderdelen. Het heeft gewoon nadelige invloeden. En uiteindelijk natuurlijk ook je energieverbruik die oploopt. Met de warmtepomp. Het verschil tussen passief en actief, maar ik noem het toch maar even het koelen met de warmtepomp. Is op een lage delta T, kleine delta T. Kans alleen op condens komt daar ook nog eens een keer naar kijken. En dan moet er nog kritisch gekeken worden, ook qua isolatie van het leidingwerk. De juiste isolatie, dampdichte isolatie toepassen. Verdelers al dan niet in kunststof uitvoeren. Er komen nog even wat extra aspecten bij kijken. Wat al zo straks even gezegd werd, het reduceren van je warmtevlies middels WTW, in het voorbeeld ook weergegeven, is gewoon 30-40%. Ja. Dus het heeft gewoon een heel groot aandeel. En het is echt van belang om daar goed naar te kijken, los van de punten die straks genoemd werden op het gebied van comfort. Ja, welke verschillende scenario's of configuraties zijn eigenlijk mogelijk in nieuwbouw nu? Dat zien we voorbij komen. Ja, je ziet toch inderdaad wel heel veel warmtepompen. Ja. En dan praat ik over de luchtwater, de brinewaterwarmtepompen, ventilatieluchtwarmtepompen. Er zijn verschillende warmtepompopstellingen mogelijk. Al niet op een open, gesloten bron, centrale bron, individueel. Er zijn heel veel opties in. En wat je ook ziet is, zijn toch steeds meer warmtenetten. Warmtenetten wil zeggen een centrale opwekker, afvalverwerking waar ze energie uit halen. Dat gaat misschien soms naar een hele woonwijk toe. Het hoeft niet per se hoge temperatuur te zijn. Hè? Hoeft niet per se. Nee, als een woning maar geschikt is voor een bepaald verwarmingssysteem. Ja. Alleen daarin zie je nu ook wel steeds meer opkomst van koude distributie. Dus je hebt een warmtenet, maar een warmtenet kan ook zo uitgevoerd worden dat hij kan koelen. Ja. Dus als de woningen, de wijken misschien wel, daarvoor geschikt zijn,
Ja, dat is een hele mooie combinatie mee mogelijk. Ja. En dan juist in het, de binnenstedelijke gebieden waar niet zo makkelijk een warmtepomp geïnstalleerd kan worden, kan een centrale, letterlijk een energiecentrale, een hele mooie oplossing zijn. Ja. Helemaal helder. Ik breek nog even in met een vraag van Roel. Goeie vraag. Eindgebruikers willen, die willen geen warme lucht binnenkrijgen deze warme dagen. Maar ze stellen dan voor om de stekker eruit te trekken. Wat adviseer jij hen te doen, Jeroen? Dat vooral niet doen, inderdaad. Nee. Maar het is natuurlijk wel de zweem die heel veel die balansventilatie heel lang gehad heeft met mensen die zelf de stekker eruit trekken. Ja. Hoe gaan jullie daarmee om? Ja, allereerst zou ik er absoluut voor willen waarschuwen om dat niet te doen. Zeker als je een vrij goed geïsoleerde nieuwbouwwoning hebt en je houdt de boel nu dicht. En je zet dan ook nog eens je ventilatiesysteem uit, dan heb je dus gewoon nul ventilatie. En laten we wel zijn, hè, ventilatie wordt benoemd in hoofdstuk 3 van het bouwbesluit. Dat hoofdstuk gaat over gezondheid. Dus bij ventilatie, hè, we hebben het nu weer heel veel over energie, maar we moeten niet vergeten dat je ventileert een woning om gezond te houden. Dus ik zou dat absoluut niet aanraden. En zoals ik net ook liet zien in de plaatjes over de warmtewisselaarconfiguraties. Wat doet zo'n warmtewisselaar nou in de winter? Wat doet hij nou in de zomer? Dan zie je ook gewoon dat een warmtewisselaar in de situatie waar we nu in zitten ook ervoor zorgt dat de warmte buiten blijft. En hij zorgt er dus voor dat die woning minder snel opwarmt. Dus ik zou hem absoluut op dit moment aanlaten. En er ook vertrouwen gewoon dat die bypass gewoon 's avonds open gaat. Daarvan moet je niet heel veel verwachten. Wij noemen dat wel een soort van passieve koeling. Maar dat is natuurlijk heel erg gevaarlijk om dat te benoemen, zeg maar, bij een particulier. Want die hoort koeling en die denkt van, oh, dat werkt dus als koeling. Nee, het is absoluut niet zo. Dus dat is altijd wel een beetje gevaarlijk daarin. Maar dat systeem moet je gewoon laten draaien. Dus juist nu. Omdat je anders gewoon geen goede ventilatie meer hebt in zo'n woning. En dat is natuurlijk bijzonder schadelijk voor je gezondheid. Ja. Helemaal helder. Dankjewel voor je vraag. Heel goed. Je bent net al even benoemd het verschil tussen passief, actief en vooral hoe dat in Theo jullie gedefinieerd wordt. Ja. Dat is best wel veranderd. Want als je vanuit de installatiebranche daarover had, dan had je het vaak over passieve koeling bij bijvoorbeeld een bodemgekoppelde warmtepomp. Daarvan zeiden we, dat is passieve koeling. Daar wordt niet actief een compressor bij ingezet. Dat zijn alleen de distributiepompjes die dan min of meer draaien. En op die manier kon je dan de koude overbrengen van je bron naar de woning. Bij actief ging het dan vaak bij ingeschakelde compressoren. Maar in de TO Jullie en in de Beng gaat het erom dat passieve koeling is eigenlijk zijn de bouwkundige maatregelen. Dus dan praat je over zonwering, overstek, zonwerend glas en dat soort zaken. Dat wordt nu gezien als passief. En al het andere is actief. Dus eigenlijk alle installatietechnische gerelateerde zaken zijn dus nu gewoon actieve koeling. Dus een bodemgekoppelde warmpomp die passief kan koelen vanuit oudsher, dat heet in de Beng, Theo Jullie, heet actieve koeling. Ja. En natuurlijk is die actieve koeling wel energie-efficiënter dan een airco die je natuurlijk gewoon met compressor ingeschakeld koelt. Maar daar zit wel even de verwarring. Want wij praten van oudsher eigenlijk altijd over, over passieve koeling met bodemkoppelsystemen. Maar dat moet straks eigenlijk gaan veranderen. Dat is actieve koeling, maar wel efficiënte actieve koeling. Ja. Helder. Ik jaag gewoon nog weer even een kijkersvraag erin. Fransom vraagt, in hoeverre heeft de toepassing van deze unit een gunstige invloed op de Beng-norm, zodat je een kritische aannemer / opdrachtgever ertoe brengt deze meerprijs te accepteren? Dus het gaat om de gunstige invloed op de Beng-norm. Ja. Ik denk dat het heel goed aansluit bij wat Matthias net zei, is dat je het meer integraal moet benaderen. Ja, het is, kijk, enerzijds natuurlijk het warmte terugwinnen in de winter heeft gewoon grote voordelen. Want het is niet alleen energetisch, het kan ook zo zijn dat je elektriciteitsmeter net een slag kleiner kan, omdat de warmtepomp kleiner wordt. Minder voedingskabels of minder grote voedingskabels naar de woningen toe. Dus als je uiteindelijk naar een hele wijk gaat kijken en men kan in het trafo bewijs van al een stapje naar beneden, dat kan heel veel positieve invloed hebben. Uiteindelijk naar de aannemer, voor de aannemer naar de ontwikkelaar. Ja. Wij hebben gewoon minder investering nodig over het geheel. Kijk je ook voor het koude terugwinnen, waar we het nu ook over hebben, heeft dermate voordelen. Dat je gewoon je temperatuur in de woning lager kunt houden. Daardoor misschien minder bouwkundig, alleen dat zal echt in een plek bekeken moeten worden. Maar misschien wel minder bouwkundige noodzaken. En is het energetisch verstandiger dan bijvoorbeeld koelen met warmtepomp?
Of moeten we juist in die combinatie zoeken? Nou, juist de combinatie is mooi. Daar gaat Jeroen zo nog wat over zeggen in de volgende slide. Dus ik zal niet het gras voor zijn voeten wegmaaien. Maar juist die combinatie tussen koelen met lucht en koelen over je vloer. Het ouderwetse, tussen haakjes, passieve koelen. Ja, het sluit dan juist heel mooi bij elkaar aan. Ja. Nog een vraag over het gebruik van zomernachtluiken. Bijt dat de WTW-installatie? Nee, dat is een beetje in hetzelfde rijtje te scharen als ramen mogen niet open bij een belandventilatieinstallatie. Dat is, dat is onzin. Wat zo'n zomernachtluik perfect kan creëren is een extra luchtvolume. Eigenlijk wat op het plaatje hier ook al wordt geschetst. Je creëert meer luchtverplaatsing in die woning. En ja, als die buitentemperatuur dan lager is dan de binnentemperatuur, dan heb je een delta T. Dus dan creëer je daarmee wat koelvermogen. Dus kortom, daarmee koelt die woning dus wat af. Dus hoe meer lucht, hoe beter. Het zit onze WTW niet in de weg. Die draait altijd in balans. Dus wat dat betreft geen probleem. En heb je in ieder geval gegarandeerd je ventilatie op orde. En heb je ook gewoon je afvoer in de natte ruimtes op orde. Dus nogmaals, het is perfect, een perfecte combinatie. Want als de zon natuurlijk weer fors begint te schijnen en het wordt warm, zoals het op dit moment ook is, dan wil je eigenlijk gewoon de boel weer dichtzetten. Maar wil je nog steeds wel dat je woning gewoon goed ventileert. Nou, en dat kan dan gewoon weer perfect naar balans ventilatie. Dus een prima combinatie. Ja, helder. De volgende slides gaan vooral over het gevoel van koude. Ja, absoluut. Ik vond het wel even belangrijk om deze toch te benoemen daarin. Omdat de traditionele koeling in woningen, wat vaak met vloer of plafond gebeurt, praten we eigenlijk alleen maar over voelbare koeling. En ik heb hier even een plaatje vanuit het milieudiagram gepakt. En ik ga daar niet een hele studieniveau maken, maar toch wel even om dat te benoemen. Voelbare koeling is eigenlijk wat de thermometer in je woning ook aangeeft. Latente koeling niet. En latente koeling heeft eigenlijk te maken met hoe vochtig is die lucht. En daar zit eigenlijk ook best wel een behoorlijk ondergewaardeerd stukje koeling in. En daar heb ik een aantal voorbeelden van uiteengezet. Als we gaan kijken naar de droge boltemperatuur, dat is de temperatuur die eigenlijk gewoon de thermometer meet die in jouw woning zit. En dus dat is vaak ook je thermostaat. Die meet eigenlijk alleen maar de temperatuur en die ziet geen relatie met eigenlijk de relatieve vochtigheid. Als we dan kijken naar 28 graden en 60% relatieve vochtigheid in een woning, dan geeft die thermometer ook 28 graden aan. Als we dan naar de volgende stap gaan, stel je voor we maken van die 60% relatieve vochtigheid 70% relatieve vochtigheid. Je snapt hoe vochtiger de lucht, hoe warmer dat aanvoelt, maar toch geeft die thermometer nog steeds 28 graden aan. Dat is ook vaak het verschil wat ik ook wel eens in mijn gesprekken gebruik. 30 graden hier en 30 graden in Spanje. In Spanje voelt dat veel comfortabeler aan. Dat heeft alles te maken met de natte boltemperatuur. En dat is de sheet die hierna komt, zeg maar. Dat gaat alles over de relatie die er ligt tussen de relatieve vochtigheid en jouw gevoelstemperatuur. En de natte boltemperatuur is eigenlijk niks meer dan dat je een thermometer met een nat stukje stof, zeg maar. Ja, wattenstaafje of een nat stukje doek, zeg maar, om die thermometer houdt. En als de lucht droger is, zou dat vocht makkelijker kunnen verdampen. En bij verdampen wordt warmte onttrokken. Dus geeft hij een andere temperatuur aan dan als die lucht heel vochtig is. Nou, als je dan weer gaat kijken naar die verschillende temperaturen. We gingen net van 28 graden 60% naar nu weer 28 graden 70%. Dan zie je dat de temperatuur 2 graden omhoog gaat. Dus je ziet dat de relatieve vochtigheid heel veel met ons doet. Het zorgt ervoor dat het veel warmer aanvoelt dan dat het heel droog is. Nou, met name bij ventilatie kunnen we daar stappen in maken. Want als we dan eens naar de volgende sheet gaan, Eddie. Dan zie je ook zeg maar, dat bij vloerverwarming je eigenlijk alleen maar voelbare koeling kan realiseren. En bij ventilatie voelbare en latente koeling kan realiseren. En daardoor kun je ook je koelvermogen significant laten toenemen. Dus doordat je zo diep onder douwpunt koelt met koeling via lucht, wordt het vermogen best wel groot. En moet je ook realiseren dat je dan niet de formule meer kan hanteren met een delta T erin, maar dat je dan ook absoluut de delta H moet pakken uit dit milieudiagram. Nou, een belangrijk ding is dat dit ook weer heel mooi complementair kan zijn aan vloer- of plafondkoeling, omdat de relatieve vochtigheid wordt wat lager in die woning, omdat je latent aan het koelen bent met lucht.
En doordat je de relatieve vochtigheid weer wat lager maakt, wordt het dauwpunt lager. En dat zou betekenen dat je vloerkoeling wat lager, wat dieper kan koelen, of je plafondkoeling. En op die manier kun je in de kritische projecten met misschien wel veel glas op het zuiden of met temperatuuroverschrijding, om wat voor reden dan ook, net wat meer vermogen kwijt. Dus wat dat betreft kan het heel mooi complementair ook aan elkaar werken. Ja, helemaal goed. Eigenlijk om te gaan koelen met de balansventilatie heb je eigenlijk drie oplossingen in het gamma, zoals dat zo heet. Ja. We zien ze hier, kun je ze stuk voor stuk even toelichten? Ja, absoluut. Ja, we hebben ze even op deze manier ook benoemd met bodem, actief en extern. Als ik dan begin bij bodem, dat is de ComfoFond, zoals wij dat noemen. Dat is een toestel, zoals je ook ziet, wat je naast onze WTW kan plaatsen. Die sluit je aan eigenlijk op een wisselaar die in de grond zit. En dat kan een waterglycolsysteem zijn met een tyleenbuis. Het wordt ook heel vaak in combinatie met bodemgekoppelde warmpompen toegepast. Omdat je dan met dit toestel eigenlijk een stukje latente en voelbare koeling kan realiseren. En met het vloerverwarmingssysteem eigenlijk prima het deel voelbare koeling kan realiseren. En op die manier kan het heel mooi complementair aan elkaar zijn. Omdat je daarmee met dit systeem je dauwpunt wat verlaagt. En op die manier net wat dieper kan koelen. Dus dit zien we dus heel vaak inderdaad in dat soort projecten, dus met bodemgekoppeld warmtepomp plaatsvinden. Of in projecten waar men zelf een aardwarmtekorf plaatst of een wisselaar in de grond plaatst en die hier dus inderdaad op aansluit. Dit is eigenlijk een alternatief voor grondbuisventilatie. Dit is wat een wat robuuster systeem wat dat betreft. Nou, de middelste variant, de ComfoCool, is een actieve oplossing van ons. Dat is eigenlijk een klein warmtepompje wat je boven op ons toestel zet. En mijn optiek, voor de woningen waar bijvoorbeeld alleen warmte wordt geleverd, dus denk bijvoorbeeld aan stadsverwarmingsprojecten, denk aan appartementen, gestapelde woningbouw, er wordt warmte geleverd vanuit het stadsverwarmingsnet, er is wel behoefte aan koeling, dan kun je heel mooi individueel per woning koeling toevoegen. En heeft men heel mooi per woning gewoon de koeling voor elkaar. En dit systeem werkt op basis van het principe dat de toevoerlucht wordt gekoeld. En de warmte die hierbij vrijkomt, wordt afgegeven aan de afblaaslucht naar buiten. Dus je hebt niks te maken met buitendelen of F-gassen en dat soort zaken. Dus een mooie standalone oplossing die wij met name voor dat soort stadsverwarmingsprojecten en projecten waar bijvoorbeeld ook wat meer koeling nodig is dan alleen het vloerkoelingssysteem, een hele mooie aanvulling kan zijn. Ja, en dan laatst genoemde, dat is onze de ComfoPost. Dat is een warmtewisselaar die we in de toevoerlucht kunnen zetten. En op die manier kunnen wij door bijvoorbeeld een warmtepomp de toevoerlucht koelen. En misschien is het weer handig om dan naar de volgende sheet te gaan, omdat ik even een simpel diagrammetje heb proberen te maken. Hoe zou je dat aan elkaar kunnen knopen? Ik heb hier even het uitgangspunt genomen van een lucht-water-warmtepomp. En waarom een lucht-water-warmtepomp? Nou, een lucht-water-warmtepomp, als die koelt, dan koelt die met de compressor aan. Dus dat kost best wel wat energie. Vandaar dat ik het dan best interessant vind om te koelen met lucht, omdat je dan snel kan koelen. Dus dan kun je eigenlijk s'avonds pas beginnen met koelen als je s'avonds al koel wil slapen. In plaats van dat als je dat met vloerverwarming doet, zul je overdag al moeten beginnen met koelen om uiteindelijk s'avonds jouw woning of jouw gebouw op temperatuur te hebben en koel genoeg te hebben. Dus vandaar ook deze configuratie even. Wat er eigenlijk gebeurt op het moment dat die warmtepomp gaat koelen, dan gaat het koude water niet naar de vloerverwarming. Dan gaat dan middels een driewegklep naar de ComfoPost. En op die manier koelen we dan en ontvochtigen we dan ook die toevoerlucht. En op die manier kun je dus heel snel en makkelijk eigenlijk de koeling realiseren. Wat we ook zien in de wat kleinere appartementen is dat de warmtevraag van de hedendaagse nieuwbouw zo laag is dat je ook zou kunnen zeggen, ik ga hier ook mee de transmissie dekken, de warmteverliezen dekken. En ik ga dus met een stukje ventilatielucht niet alleen koelen, maar ook zelfs verwarmen. En vandaar dus ook mijn plaatje van een elektrische radiator in de badkamer erbij. Want daar blaas je geen lucht in, maar wil je nog wel wat verwarming hebben in de winter. Dus vandaar die combinatie even en vandaar dit schema inderdaad. Dus dit is even hoe dat dan in een configuratie, in een systeemconfiguratie er ongeveer uitziet. Ja, ik heb nog een vraag. Geeft actief koelen via de warmtepomp enerzijds extra comfort door drogere lucht en anderzijds recuperatie van de bron, waardoor het rendement van de warmtepomp 's winters beter of slash hoger is? Ligt natuurlijk in basis wel even aan wat voor soort warmtepomp. Deze vraag hoorde, denk ik dat er een brine water warmtepomp bedoeld wordt, waarmee ook actief gekoeld wordt. Ja, ik denk het wel, ja.
En de vraag was, de eerste vraag was, sorry, dus even... Geeft actief koelen via de warmtepomp enerzijds extra comfort door drogere lucht en anderzijds recuperatie van de bron, waardoor het rendement van de warmtepomp hoger is? Ja, als we praten over de warmtepomp puur en net zoals met koelen over de vloer, daarmee kijken we dus eigenlijk alleen maar naar de droge boltemperatuur. Ja. Dan hebben we dat stuk latente koeling hebben we niet. Dus de vochtigheid zal het gewoon zelfs blijven. Dus dat ga je daar niet mee ervaren. Nee. Toevallig, het plaatje wat nu nog voor staat, stel die warmtepomp is een brinewaterwarmtepomp. Daarmee zou je het wel kunnen creëren. Ja, omdat wat net gezegd wordt, daarmee ga je ook echt latent koelen. Natuurlijk, het is geen koeling als een airco, maar wel, je haalt wel een stuk vocht weg. Dan ga je het wel degelijk ervaren, zeker. Ja. Helemaal goed, dankjewel voor die vraag. Ik heb nog een andere vraag. Dat is even een lapje tekst, ik ga het gewoon even voorlezen. Het inregelen van installaties is in de Beng een invoerparameter. Nou, goed dat dit benoemd wordt, punt. Ik ben wel even benieuwd hoe jullie de EPBD3, die sinds 10 maart 2020 in het bouwbesluit is geïmplementeerd, hoe jullie die interpreteren. Hier wordt gesproken over zelfregulerende apparatuur voor ruimteverwarming / koeling, of een combinatie hiervan per verblijfsgebied of verblijfsruimte. Ja, ik kan er daar wel even op reageren. Die heeft best wel veel verwarring veroorzaakt. Hij heeft ook best wel de markt verrast, zeg maar, die EPBD3. De EPBD3, we hebben daar ook vragen over gesteld aan RVO en ook aan adviesbureau Niemann. Van ja, hoe moeten we dat nou interpreteren? Als ik even kijk naar lucht, dan zien wij dat het waarschijnlijk niet helemaal goed staat omschreven. Want als je kijkt naar in de omringende landen waar deze eis ook in is gegaan, dan geldt deze EPBD3 niet voor luchtgedragen systemen. Dus die geldt alleen voor hydraulische systemen. In de voorbeelden die staan benoemd in die EPBD3 staan ook eigenlijk alleen maar de hydraulische systemen benoemd. Dus het lijkt erop dat het in Nederland gewoon wat dat betreft niet goed is geïmplementeerd. Dus op het moment dat je zou koelen met lucht, dan gaat die eis van naregeling per zone of per verblijfsgebied gaat dan niet meer op en is dus niet meer noodzakelijk. Wij wachten nog op een definitief statement daarin, maar het lijkt er wel op dat op die manier zou moeten worden veranderd. Als we praten over hydraulische systemen, misschien dat Matthias daar nog even een korte toelichting op kan geven. Ja, dat in basis iedere individuele ruimte moet ingeregeld kunnen worden en geregeld kunnen worden. Praat je over vloerverwarming, vloerkoeling, dan zul je echt naar een ruimteregeling toe moeten, die ook per ruimte ingeregeld is. Dus dat iedere ruimte ook individueel geregeld kan worden. Alleen dat zijn echt waterzijdige toepassingen. Niet zozeer naar wat Jeroen net zegt, op basis van lucht. Helemaal helder, goede vragen. Mocht u nog vragen hebben, dan tik ze vooral even in. Dan kunnen we ze hier nog meenemen. Gebruik daarvoor het schermpje in uw browser. Doe dat vooral. We gaan even kijken naar een paar voorbeelden. Links zien we een installatie die jullie gerealiseerd hebben, Matthias. Ja, wat zien we hier? Ja, en dan zie je naar één van de installaties in één woning. We doen er zoveel. Nee, dat was een heel mooie plek voor ons in het zuiden van het land. Wat je hier ziet, dat een Comfort RQ met een Comfort Post. Comfort Cool. Comfort Cool, sorry. Ja, nee. Ik moest even echt zien allemaal. Daar zijn alleen wel 4 van dit soort systemen in één woning gekomen. Oh. De grote uitdaging voor ons was, je kunt wel op een klomp aanvoelen haast. Hele grote woning, echt een villa, zonder verlaagde plafonds. Heel weinig ruimte. Ja, en zie daar maar eens de juiste lucht in te krijgen. Die geëist wordt, komt voor een bouwbesluit. En uiteindelijk ook om het te kunnen realiseren voor je koeling. Dus hier hebben we in deze ene woning hebben we 4 van dit soort opstellingen gemaakt. Nou is het nog wel een plaatje die in de afbouwfase zit. Kanalen zijn hier nog niet geïsoleerd. Moet uiteraard wel, omdat je gaat koelen met de lucht. Grote uitdaging, waarin je uiteindelijk wel ziet, juist om die voordelen te benoemen, want ook hierin zit een installatie met een verticale bodeminstallatie. Vloerkoeling, juist om dan met de klant om tafel te gaan, eindgebruiker, let op, we gaan hier combinaties zoeken. Koelen met de vloer, koelen met de lucht. Wat voor voordelen dat uiteindelijk voor de klant ook heeft. Dit heeft nogal de nodige consequenties uiteindelijk voor de woning. De mooiste uitdaging daar was, als je kenbaar maakt en deze apparatuur hebben we nodig, dan gaat de klant meedenken met je. Om uiteindelijk toch die 4 opstellingen te kunnen maken. En het was ook nog eens een hele uitdaging om alle kanalen weggewerkt te kunnen krijgen.
gelukkig uiteindelijk ook daarin weer de samenwerking met de bouwkundige partner toch her en der het een en ander voor elkaar kunnen krijgen zonder op in detail op in te gaan. Maar zie je toch, je gaat integraal denken. Ja. En voordelen voor de eindgebruiker. Eindgebruiker kan daarin ook echt wel een rol spelen, ook naar de andere partners van ons. En het is gerealiseerd en klant eigenlijk wel heel erg tevreden. Die ervaart dit echt als echte koeling. Ja. Ja, top. En die rechte installatie, dat is een woonark, hè? Ja, klopt. Daar zit een bodemgekoppelde warmpomp in. In een woonark? Ja, waarbij de onderkant van de woonark eigenlijk als een bron genereert, zeg maar. En hier zie je naast de Confer IQ, ons witte WTW-toestel, zie je de Confront L, zeg maar. En dat is onze warmtewisselaar die je ook weer in serie kan zetten met dat soort bodemgekoppelde systemen. Ja, en in deze situatie is dat wat bijzonder. Maar het gaf wel even een mooi plaatje. Maar het is gekozen om een stukje extra koeling te kunnen realiseren. En in die situaties waarbij die echt in de grond zit, zal het ook zorgen voor een extra stukje latente koeling, waardoor uiteindelijk die vloerverwarming of vloerkoeling ook een beter werk weer wat kan doen. Dus een combinatie die we heel vaak in deze configuraties zien, inderdaad, een bodemgekoppeld warmpomp in combinatie met een Confront L, gewoon voor een stukje koeling, extra latente koeling. Ja. Er zijn een aantal aandachtspunten die we moeten hebben op het moment dat we echt aan de slag gaan, zeg maar. Ja. Kun je ze ons even meenemen? Ja, we hebben er wel eens in het verleden wel een compleet webinar over gegeven. Er staan hier natuurlijk een aantal zaken benoemd. Belangrijk natuurlijk met de aandachtspunten voor een balansventilatiesysteem. Het heeft gewoon even net wat meer aandacht nodig dan gewoon een standaard mechanisch ventilatiesysteem. En nogmaals, dat is natuurlijk geen rocket science. Het zijn gewoon een aantal zaken die je daar moet vastzetten. En in dit webinar zullen wij straks ook afsluiten, zeg maar, met van heb je een dergelijk project? Hè? Stuur dat naar ons op. Dan kunnen we die zaken ook gewoon benoemen en omschrijven voor je, zodat je daarbij kunt helpen. En uiteindelijk, als je dat gewoon één keer even goed voor elkaar hebt en op hebt geschreven, dan zijn die aandachtspunten gewoon heel eenvoudig. Ja, met name dat damdicht isoleren, maar dat hebben we net benoemd. Wat doen jullie voor de rest beide aan kennis en opleiding van installateurs? Ja, wij nemen onze klanten echt mee in het dimensioneren zelf. Geven daar zelf ook wel training in. Het hoeven geen hele lange trainingen te zijn. Kan bewijzen van gewoon tussenmiddag met alle monteurs bij elkaar. Ja. Even de aandachtspunten aanstippen of jongens, waar moet je aan denken met installeren? Ik zie bijvoorbeeld het punt van damdicht isoleren. Klinkt heel logisch, is heel logisch. In een nieuwbouw wordt er bijna altijd aan gedacht. Ga je renoveren en je gaat koelen met je lucht, dan is het wel een aandachtspunt. Let op, los van het apparaat wat ik ga plaatsen. Het kanalenwerk moet ik ook wel aan doen. Nou, dat vooral hele praktische tips. Neem onze klant in mee. Ook in het stuk van dimensionering. Doe het ook niet te klein. Ja. Met alle gevolgen van dien. Ja. Ik heb nog een kijkersvraag. Bart Lely die vraagt, met betrekking tot gezondheid en luchtkwaliteit, hoe kunnen we dat belang kwantificeren om opdrachtgevers te overtuigen? Ja, dat is een goede inderdaad. Er is best veel onderzoek naar gedaan wat dat allemaal met ons doet. Maar je merkt ook dat dat bijvoorbeeld een ontwikkelaar die een woning of een project ontwikkelt, als die een heel gezonde woning maakt, wie heeft daar uiteindelijk de revenue van, zeg maar? Mm-hmm. Dat is uiteindelijk de personen die erin komen te wonen. Ik vind dat ook wat dat betreft niet goed geborgd en toch wat te kortzichtig. Want als je gaat kijken naar de utiliteit, dan zie je echt dat het direct meerwaarde heeft voor een opdrachtgever. Dus als hij een betere installatie plaatst in zo'n gebouw en een gezondere installatie plaatst in zo'n gebouw, dan ziet hij ook gewoon dat het ziekteverzuim afneemt en dat de efficiëntie van die mensen toeneemt. Nou, datzelfde kun je eigenlijk wel loslaten ook op de woningbouw. Dus een goede installatie, en dan gaat het niet alleen over ventilatie, maar ook over zomercomfort en dat soort zaken. We weten allemaal dat als je tijdens een nacht slecht slaapt omdat het te warm is en je hebt last van muggen en weet ik veel wat allemaal, dat het invloed heeft op je prestaties. Dus daar zit wel degelijk een relatie in, alleen het is heel lastig om daar uiteindelijk gewoon direct euro's aan te hangen van dan heeft dat dit voordeel. En uiteindelijk weten we allemaal dat het een voordeel heeft en dat het goed is voor de BV Nederland. Alleen het is lastig om uiteindelijk te zeggen van als je nou eens €500 meer investeert in zo'n installatie, hoe verdienen we dat dan met z'n allen gewoon weer terug? Hoe komt dat terug? Ja, en dat is een lastige en dat is ook wel een dilemma waar wij veel mee bezig zijn. Wat kunnen we daarmee?
Ja. Zijn er bijvoorbeeld, denken jullie hebben jullie installaties gerealiseerd bijvoorbeeld voor zwakkeren in de samenleving, voor ouderen, astmapatiënten, ik noem maar, dat soort vlakken waar dat wel heel duidelijk tot verbeteringen van die luchtkwaliteit leidt? Ja, we hebben daar bijvoorbeeld een van mijn collega's, Bart Kremers, een van onze wetenschappers, heeft een heel mooi onderzoek gedaan onder, of semi-wetenschappelijk onderzoek gedaan onder Alzheimer-patiënten. En wat daar heel sterk naar voren kwam, als je de luchtkwaliteit onder een bepaalde CO2-concentratie houdt, dat die mensen veel rustiger blijven en veel beter slapen. Nou, en dat kun je wel direct weer kwantificeren naar zoverre als je een zorginstelling hebt met veel Alzheimer-patiënten. En die mensen slapen een nacht rustig door, dat je dan met minder zorgpersoneel uiteindelijk gewoon ja, zo'n afdeling gewoon goed kan helpen. Dus daar zit dan wel weer direct dat verdienmodel in. Dus dat zijn wel allemaal van dat soort onderzoekjes die in eerste instantie misschien heel ja, klein worden opgepakt, maar uiteindelijk wel kunnen zorgen tot ja, mooie stappen in de zorg en in onze samenleving. Ik geloof er heilig van dat als je gewoon in een gezond en goed gebouw woont, dat dat een positief effect heeft op jouw welbevinden. Alleen, ja, ik merk ook dat dat kwartje nog niet altijd en goed bij iedereen is gevallen. We hebben het allemaal over bewegen en over goed eten en al die dingen meer. En we hebben allemaal ook de perceptie dat we qua ventilatie het allemaal goed doen in onze eigen woning. Want we zetten wel immers een raampje open, dat soort zaken. Maar ja, lucht is geen ventileren. Dus daar is nog heel veel in te winnen. En ik zou de kijkers ook dan graag willen uitnodigen. Ja, heb je de gelegenheid om eens een keer de luchtkwaliteit in je slaapkamer te meten? Doe dat dan ook eens. En ja, ervaar dan ook hoe lastig het is om onder de 1200 ppm te blijven. Die het bouwbesluit min of meer als gezond definieert. Ja, en doe het ook eens in een klaslokaal bijvoorbeeld. Nou, bijvoorbeeld. Ja. 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 Helemaal helder. Het kan zijn dat u nog vragen heeft. Tik ze gerust in. Ze worden beantwoord. Ze worden opgeslagen. Dus we zien ze nog. We kunnen ze helaas niet allemaal behandelen. We naderen het einde van dit webinar en dat betekent dat wij u nog wat meegeven. U kunt later dit webinar even terugkijken, maar we hebben een aantal documenten voor u samengesteld die u kunnen helpen om in de toekomst vorm te geven aan dit onderwerp. Allereerst hebben we een white paper waarin nog even kort de uitgangspunten van die TU jullie staan omschreven en de maatregelen die je kunt nemen om oververhitting te voorkomen. U kunt op het rode balkje klikken en dan haalt u hem binnen. U kunt gratis een ventilatieberekening maken. Op het moment dat u daarop klikt, dan zult u even niks merken, maar wordt contact met u opgenomen om die berekening op te sturen. Dat doet Zeende gratis voor u. Dat is dus een leuke service. En op de derde knop kunt u een lijstje met tips downloaden. Die Renza heeft voor een goed geïsoleerde of goed geventileerde en gekoelde woning. Dus u kunt op de rode buttons klikken om die documenten binnen te halen. Voorts wil ik u nog even wijzen op bouwwebinar.nl. Daar kunt u kijken naar andere webinars die wij aanbieden, onder meer over warmtepomptechniek, ventilatie, isolatie. U kunt zo gek niet bedenken of u kunt het te vinden. Dus kijk daar even. Ik bedank Sharon en Matthias voor jullie komst, voor jullie bijdrage aan dit webinar. En ik wens u vooral nog even een hele fijne, warme middag toe. En prettige nachtrust zo. En als u niet lekker slaapt, dan weet u nu hoe u het op kunt lossen. Ik wens u een fijne dag. Tot ziens.